Hoe ben je journalist geworden? Dus ik heb journalistiek gestudeerd. Maar na mijn opleiding journalistiek ben ik niet meteen in de journalistiek gaan werken. Ik heb eerst iets compleet anders gedaan. Ik heb bij een IT-bedrijf gewerkt. En dan zag ik dat M&M op zoek was naar mensen, de radiozender. En dan heb ik mij aangemeld, ik mocht op gesprek komen. En zo is het, ja, is er wel aan het rollen gegaan. Ik ben daarna nog naar Radio 2 geweest. En daarna heb ik nog het nieuws gepresenteerd op Q Music en Joe. En dan ben ik naar Carbiet gegaan. Wanneer wist je dat je journalist wou worden? Zo in het vijfde, het zesde middelbaar, denk ik. Dat ik al dacht van, goh, ik keek heel veel naar de reportages van Rudy Franks. Dat is de oorlogsjournalist van de VRT. En ik vond dat hij super goede stukken maakte, die heel duidelijk waren. Die reisden ook heel veel voor het werk. Dus ja, ik dacht van, dat is eigenlijk ook nog wel iets voor mij. En daarom dat ik na het zesde middelbaar nog eerst Arabisch ben gaan studeren. Ik heb eerst nog Arabisch-Engels gedaan, om daarna dan journalistiek te doen. Dus ik dacht, ik ga eerst een andere taal leren. Ik ga ook nog eens heel goed Engels leren, om dan helemaal de wijde wereld in te trekken. Maar dan heb ik Carbiet gevonden en dat is eigenlijk nog 10 keer toffer. Hoe praat je over moeilijke thema's in een nieuwsprogramma dat voor kinderen en jongeren bedoeld is? Komen die eigenlijk wel aan bod? Moeilijke thema's komen zeker aan bod. Denk maar aan de Amerikaanse verkiezingen. Het debat, het grote debat, de grote discussie tussen Trump en Joe Biden. We hebben dat gebracht. We hebben bijvoorbeeld eerst uitgelegd, ja, wie is Trump nu eigenlijk? We hebben het dan gehad over zijn kinderen, over hoe oud hij is, wat hij graag eet. Dan hebben we hetzelfde gedaan voor Joe Biden. Om dan uit te leggen waarom het debat in Amerika zo belangrijk is. Dus daar moeten we dan wel heel goed over nadenken. En daarom proberen wij ook heel veel dingen te laten vertellen door kinderen zelf. Maar wij, op de redactie hebben we nooit zoiets van, dat is veel te moeilijk om uit te leggen, dan doen we het niet. Nee. Het conflict in Jemen hebben we al uitgelegd. De oorlog in Syrië hebben we al gedaan. Als het gaat dichterbij. Kinderarmoede in Vlaanderen, dat doen wij ook. Heel moeilijke onderwerpen. Maar dat wil niet zeggen dat wij het niet moeten brengen. We moeten het juist begrijpelijk maken voor jullie. Dat is onze taak. En dat lukt ons wel. Dus heel hard nadenken, maar dat lukt.